Goedemorgen allemaal, welkom in deze vlog. Ja, jullie zien me amper. Dat komt omdat het nog donker is buiten. Maar ja, goedemorgen allemaal, welkom in deze vlog. Waarom dat ik zo'n vlog zo vroeg start is omdat ik naar mijn vader moet vandaag. En ja. Dus ja, welkom allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn face is vol pixels, maar het maakt niet uit. Vlog live zeker. En ja, ze biedt een beetje. Dus dit is inmiddels een beetje cornflakes en fruitsap. Dus ja, mijn ontbijtje. En gisteren heb ik ook dus mijn Spotify Wrapped van 2020 gehad. En mijn meest gestreamde artiest die ik geluisterd heb is EZG. Van EZG Music en van ja, Bicycle Chain en zo, ja. Dus die heb ik het meeste geluisterd met een AirPods en ja. Met een premium element en ja. Zo dadelijk zit ik op de trein, denk ik, of ben ik aan het station, ik weet niet juist waar. Dat ik dan ga zitten. Maar, zie je guys dadelijk. En nu ben ik onderweg naar mijn vader. En ja, ik loop nu wel onze wijk uit. En ja, het is een beetje winderig buiten. Maar ja, maakt niet uit. Dat is het weer van vandaag. En ik zie jullie guys terug als ik in Boutersham ben. En nu zit ik dus op de trein naar Boutersham. Jazeker. En momenteel ben ik dus in het mooie Boutersham, maar wel veel wind. Het is wind op kop. Dus ja, nu zien jullie mij nog een keer onder een mondmasker. En ja, het is wind op kop. En ja, we schakelen over naar ja, het deel waar ik aan het editen ben. En ja, sweet. Ik heb nu dus al een deel van de vlog geëdit en ik heb bij het stukje waar ik in de trein zat en film naar buiten, heb ik er een beetje muziek onder gezet. En ja, dit is nu al een stukje van de vlog, al 2 minuten 30. En ja, leuke vlog wordt het. En ja, ik vind het al een leuke vlog. Dus, het is een hele leuke vlog vandaag. Ja, ik kan niet te veel meer vloggen, want ja, 2 minuten 30 is al veel. En ik moet nog een andere video opnemen, dus ja. Ik heb dus ook een paar weken terug een op Insta een post gezet van stel vragen voor een Q&A of voor in een video. Oké, nu ga ik die vragen beantwoorden. Lil Drip Killer, ofwel Stefan van Funnyclub TV. Hoe reageerde jij op de dood van mijn kameraad Castiop? Ik was echt heel aangeslagen. Toen ik dat hoorde en las en ja. Dus Castiop was een van de beste YouTubers. Ik keek Castiop al sinds ik 13 was of zo. Dus ik heb trouwens ook de trailer van Castiop. Ja. En dan Kimberly Love Dylan 0205 2020. Ofwel mijn vrouwtje vraagt. Wil je met me trouwen? Jazeker, ik wil me dit trouwen. Dat weet je toch. En ja, dat is dus dit stukje van de video ook al. Dus ik heb op die video, ik heb op die vragen gereageerd nu. En nu het waren 4 minuten 20 voor deze vlog. Bij de vragen, eind van de vragen was het 4 minuten 20. En ik heb dat juist een monstertje gekocht, lekker. Maar dan gaat deze video niet om. Ik heb een monsterke gekocht en ja. Nu ga ik eventjes naar beneden en ik ga voedsel klaarmaken, want ik heb best wel honger. Dus als jullie
met wat meer donker zien, is het omdat ik beneden ben. Ja, ik ben beneden, ja. Dus ik ga wat voedsel maken. En ja. Daarna sluit ik deze video af, denk ik. Want ik moet er nog eentje opnemen en ja. Oké, ik ga dus weer een pastaatje klaarmaken. Spaghetti. Dat is spaghetti saus, dus. Ja, lekker. En we hebben ons eten. Een lekkere kom spaghetti. Ja, ik weet niet waarom ik dat een tupperware gewoon weet of zit. Maar ja, lekker. Dus ja, mijn kom spaghetti. Ja. Maar dit was ongeveer het einde van de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ja. Bedankt voor het kijken. Reageer, abonneer en zoals ik altijd zeg. Ja, joe!